Hey YouTube, bedankt alvast voor het kijken naar deze video. Deze video is geweldig. Ik hoop dat jullie allemaal het einde van de video halen. Het is een kleine verrassing namelijk op het einde van de video. Vergeet sowieso niet te liken, te abonneren. En laat gewoon iets in de comments achter, man. Kijk hoe het gaat. Yes, yes. Daar zijn we inderdaad weer. Wat we vandaag gaan doen is de laatste region die ik nog niet had gedaan met alle Lilith statues bezoeken. En daarvan alle Lilith statues halen. Het heet Kiestian. Kiestian. Ik heb ook een guide weer voor me. En ik vroeg aan Luca of hij het erg vond dat we dit gingen opnemen. En hij zei, nee, is prima. Dus Luca is er ook weer gezellig bij. Dus die zullen we af en toe horen. Hallo. Hallo. Dus laten we ook gauw beginnen. Ik weet niet of we een gespreksonderwerp vandaag hebben. Maar we komen misschien vanzelf erop. En anders kun je gewoon genieten van de mooie muziekjes. Oh, trouwens, over muziekjes gesproken. Er is laatst een patch geweest. Gisteren. Maar gisteren heeft de officiële Diabo YouTube-channel ook een lo-fi playlist geüpload. En mensen hadden wel hele leuke comments. Een van de comments was, dit is een geweldig liedje om naar te luisteren. Terwijl ik Baldur's Gate 3 aan het spelen ben. Nou, ik vond het wel dat je dan gewoon wel een beetje lef hebt en dan wel gevoel voor humor hebt. Even kijken. Als het goed is, kijk, dat is onze eerste Lilith statue voor vandaag. Maar ja, ik vond het wel gewoon grappig. Überhaupt dat Diablo, ja, lo-fi playlisten maakt, vond ik wel cool eigenlijk alleen al. Ja, er was meer tijd ingestoken dan de hele patch, maar... Ja, dat zal best kunnen inderdaad. Ja. Hier zo zit hij ergens. Ja, ik denk dat hij daar zit. Oh, fuck. Okay, dit wordt wel een beetje een pokken, misschien omdat ik er overal overheen moet springen met een paar, maar we gaan het zien. Maar überhaupt lo-fi playlist in het algemeen. Als ik op mijn werk ben, dan heb ik ze wel eens aanstaan. En ik krijg soms wel rare gezichten. Van collega's dat ik dan naar muziek aan het luisteren ben. Maar ik vind het eigenlijk best wel normaal dat je naar muziek luistert tijdens het werken. Maar niet iedereen vindt dat normaal. Zeker als je lang bezig bent. Snap ja, ik toch? Het wel. Ja, gewoon voor je concentratie te houden en zo. Ik vind het altijd wel handig. Hier zou denk ik boven. Ik wilde eigenlijk vandaag ook op Merel haar account alle Statues of Lilith doen. Ja. Ik word inderdaad wel uitgelachen, wat ik ook zeer begrijpelijk vind. Maar ik heb een best wel goede foto van een map waar iemand dus de complete route voor alle Lilith Statues in één keer heeft gemaakt. Dus ik dacht, misschien is het wel een goed idee om dat ook gewoon een keer te doen op de stream van Merel. En dan haar in ieder geval ook een beetje te helpen. En een klein beetje ook om te motiveren. Eindelijk seizoen 6 of 7 begint, dat ze dan... Ja toch, ja, dat ze mee wilden. Betrayers, bro. En ik heb een nieuwe unieke broek erbij gekregen. Wat een beetje een rare unieke broek is. Ik weet even niet hoe het heet, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik heel veel dingen met extra potion krijg. Waar zit deze nou weer? Oh, er zat er eentje in de grond, hè, zei jij. Misschien zat deze wel.
Je zou op een soort plateautje, zeg maar, je moet eerst ergens naar boven, een soort oude opgraafplaats of zoiets. Oh. Een beetje. Klinkt wel hip. Oh, de hele kamer in die kant op moet eerst. Ja toch. Weer eentje erbij. Kan ik ook best die andere guide er nu bij pakken, dat plaatje. Dus ik weet dat ik gewoon ongeveer binnen deze grenzen van deze regio moet blijven. Oef. Waar ben je, Lilith? Waar zit je verstopt? Kijk eens. Oh, en we zijn level 92. Ik gok dat dit een beetje het level is waar we op zullen blijven hangen. Voor dit account voor nu. En dat we vooral na seizoen 1 een beetje aan het afronden is dat we weer terugkomen. Om dan dit level 100 te maken. En dan ook even te kijken of we Uber Lilith kunnen verslaan. Denk je dat ze die mount gewoon voor altijd erin laten als achievement? Ja, zeker. Volgens mij kon je de mount ook alleen krijgen als je Uber Lilith alleen verslaat. Mhm. Dat is ook wel heftig hoor. Maar wel nice. We hebben er nu een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 7 hebben we er nu gedaan of zo? 7? Is het 7 of is het 7, Lucas? 7? 7? Ja, ja, ik denk dat dat ligt aan welk deel van het landje komt, toch? Ja. Er is vaak nog wel een discussie over. Wat zeg je? Net zoals puzzel of puzzel. Het is sowieso puzzelen. Puzzelen. Veel grappiger klinkt. En je hebt die eeuwenoude discussie of het patat of friet is. Ja, maar dat heeft te maken met of je een Belg bent of een Nederlander, toch? Ja. Ja. Ik noem dat anders. Heeft ermee te maken of je wel of niet zin hebt in het leven. Wat? Nou, ik moet... Oké. Voor mij moet ik letterlijk deze... Stronghold doen. Dus ik zet de opname even op pauze en dan ben ik zo terug. De deur is open, jongens. Dat betekent dat we het gehaald hebben. We hebben de Stronghold uitgespeeld en dan zal hier als goed is de Statue of Lilith moeten zijn. Ja, toch. Heb ik een. Dat is cool. Die hebben we ook weer erbij. Nu gaan we naar de volgende. Dat is deze. Die zit hier zo. Even voor het gemak teleporten. Morgen is dus de patch. Althans, niet. Ja, de sowieso een patch, denk ik. Maar het seizoen gaat beginnen. En dat houdt ook in dat we een nieuwe character mogen aanmaken. En de character die ik wou aanmaken... Oh, deze is dus ook in de PvP area, wat grappig. De character die ik ga aanmaken is een druid. Het ligt er heel erg aan hoe makkelijk het is om level 100 te worden. Maar misschien wil ik ook een tweede character aanmaken.
Maar dat moet zo. Je nog even zien. Ja, dat is inderdaad zo. Maar we krijgen dus ook weer best wel makkelijk XP boosten. Dus dat is een beetje de vraag van, oké, hoe makkelijk gaat het nou echt worden? Ja, dat is ook nog wel de vraag van, hoe gaan ze dat doen? Het is een beetje uitgelegd in de Battle Pass. Oh ja? Ja. Wat worden de XP boosts? Ja, percentages die ik niet aan mijn hoofd weet, maar zo gaan ze het doen. 1% extra. Nee, het is wel iets meer dan 1%. Hierboven moet ergens een Statue of Lilith zijn. Oh, zoveel elites. Denk je dat het nog lukt om je in te halen voor het seizoen? Ja hoor. Ligt eraan hoe laat je gaat slapen, maar... Ja. Nou, voordat het echt begint, dan... Dat zal morgen 7 uur zijn, dus... Ja, ik weet dus niet hoe laat het gaat beginnen morgen. Ik moet hier ergens in de bosjes zitten. Oh, kijk hier. Oké, dat was de PvP area. Ik denk dat die hier zo zit. Ja, voor mij zijn de Overwatch patches in ieder geval altijd om 7 uur 's avonds. Ik weet niet zeker, maar ik dacht ook de World of Warcraft patches. Dat kan ik straks nog even aan Miro vragen. Ja, volgens mij is dat allemaal inderdaad een beetje gelijk. Want de vorige... Want de patch van gisteren was ook volgens mij rond die tijd. Ja. Of niet? Of was het vanochtend? Nee, dat was gisteren. Die was in de avond, toch? Ja. I'm not ready yet. Oh, ik zie die ene die nou onder de grond zit. Die zie je niet, of wel? Ja, die heb ik nu gevonden. Ah, oh, nice. Ik begrijp nu een beetje wat je ermee bedoelde ook. Ja, hij is cheeky gedaan, hè? Ja, sassy bakka. Sassy bakka. Oké, op naar de volgende. We hebben trouwens nu op dit moment 13 van de 31. Dus dat betekent dat we ver voorbij een derde zijn. Om 3 keer... 13 is 36. Dat weet iedereen natuurlijk. En anders heb je vandaag een wijze racing les gehad. Al die fucking vliegen, man. Lekker is dat, hè? Nou. Maar zit je nu dan in Kyrgyzstan, zit je dan, toch? Of zoiets? Ja. Ja, dus de dungeons daar moeten we dan eigenlijk niet doen. Daar zitten die vliegen dus in. Dat het een stuk minder warm is buiten. Is het inderdaad ook wel, ja. We moeten een hele kleine detour hier naartoe maken. Ik gok dat hij hier zo zit. Maar we gaan het zien. I'm not ready yet. Zo, dat is weer een dungeon gedaan.
Zo, ik ben een paar keer hard geslagen daar. Luf, daar ben je. Oeh, deze is ook niet slecht. Critical strike chance against injured enemies. Critical strike chance. En 3 ranks of bone spears. Dan kan je er nog één ding bij knallen. Damn. En het is een, hoe heet het? Ancestral rare, dus. Goeie rolls. Moet je hem hebben? Ja hoor. Ja, zit ze hierin? Gooi hem even in mijn chest hoor, dan doen we dat even een keertje. Ja, is goed. Hey, waar ben jij? Dat hoort hier te zijn. Ik dacht dat ze hierin verstopt zou zitten, maar... Het lijkt net als ze achter dit dekentje hoort te zitten. Wat gek. Zit ik wel goed? Nee. Kun je lang zoeken, Thomas? Oh wacht, eerst moet ik deze doen. Verder ik er weer een. Ja, dat is één. Dat is 2. Nu hierheen. Je ziet ook wel, ik zat gisteren ook hoor, dat je echt wel dat mensen meer ziet bij zo'n beeldje dan normaal. De meerdere mensen zijn het echt aan het completen. Een beetje last minute dingen doen. Ja. Ja, dat hadden wij ook wel toen we dat nog toen wij dat konden. Ja. Hoeveel zie ik er nu? Negentien? Ah, oké. Nog 11? Even kijken, wat valt allemaal onder kisten? Dit? Dit niet meer, toch? Nee, is Hazazar. Dus ik kan nu het beste naar deze gaan. Ik zal straks even teleporten ook, want we doen hier eentje, en hier eentje, en dan gaan we teleporten. Nu gaan we lekker door de woestijn rijden. Oeh, look up, hè. Je weet het maar nooit. Er kan een paard uitkomen. Oh, die heb ik al, dat paard. Volgens mij ligt het ook aan in welke regio je bent, want dan kan je ook nog eens een... Ja, regional forces. Ja. 799 handschoenen. Ja, dat is wat basic. Oké. Nou, waar ben je?
Oh, gewoon huis. Dankjewel, je wel. Return the stone carving. Okay. I need more time. Daar is ze. Er gaat dus eigenlijk ook een vraag rond. Was wat meer in het begin, want nu klagen mensen alleen maar over het spel. Of Lilith niet gewoon, zeg maar, eigenlijk de good guy was. Oh ja, dat is, heel veel mensen zijn het ook gewoon eens met Lilith. Ja. Want Denarius, ja. Ik weet niet wat hij met zijn volgelingen doet, maar hij ziet gewoon letterlijk de hel in. Ja, het interesseerde hem gewoon niet, toch? Nee, hij wou gewoon redemption voor zichzelf. Ja, hij wilde gewoon terug naar heaven. Ja, maar... Oké, daar ben ik weer. Hallo. Voor mij nou, niet tegenover jou, Luca. Maar ik heb hier een beeldje verzameld en hier. Ik denk niet dat jullie daar iets van gemist hebben. Misschien dat dit stukje niet heb gelopen, maar nee, dan werd mijn computer traag. Ik vind Diablo echt een heel leuk spel. Maar de enige rant die ik er eigenlijk legit over heb, is dat de game gewoon niet goed geoptimaliseerd is. Wat ik gewoon een beetje raar vind. Dus als mijn computer waar 4080 in zit, zegt hé, hey, wat doe jij? Dan ligt dat niet aan de videokaart. I need time to do that. Dus even kijken, is hier een Lilith beeldje? Ik hoop hem wel. Beetje verstopt mag. Ah, kijk eens. Genoeg verstopt dat ik er overheen kijk. Waar waren we? Ja, die hebben we dus gedaan. Die hebben we ook gedaan. Dan moet ik eigenlijk weer terug. Pak heel even de guide erbij. De andere guide. Dan hebben we deze. Die hebben we ook. Dan gaan we nu naar hier. Oké, okay. Lekker paardrijden voor een stukje. Oh, hier zeggen ze: champion monsters that appear in world tier 3 or higher have damage of have auras. Damage auras of zoiets. Dus dat zijn die aura monsters. Ja, die krijgen we later. Daar krijg je dus ook movement. Of nou ja, daar krijg ik dus ook movement speed van als je. Dat is wel goeie. Zeker relaxed. Iedereen zit achter me aan. Pest is fuck, boy. Oké. Ik vind het opeens fresh meat te horen, maar... Waar is die nou, joh? Oh, het is toch weer die kant op. Zo. Oh, nice. Laten we eerst naar deze gaan. Thank you.
niet eens hele strand om weer na te doen, hè? Op naar de volgende. Over volgende gesproken. We hebben er 24. Dat betekent dat we er maar 6 moeten. Dan hoeven we nooit meer op dit account een Lidl statue te vinden. Totdat ze bij die one year anniversary zeggen we gaan alles eruit halen. Gewoon. Oh, weer een loodkamer. Wat zijn dit dan voor beesten? En 60 op pants. Hoe tof zou het nu zijn als er nu een uber uniek dropt? Ja, best wel tof. Ja, ik heb dus zo het gevoel dat als er zo eentje dropt, dan is het die nieuwe die zo'n random. Ja. Effect geeft en dan denk ik van alles wat je dan zou kunnen krijgen, is dat het, weet je wel. Ja, dat is niet zo chill dan misschien. Hierboven. Hier zo. Zal je een stronghold? Ik heb dus niet alle strongholds gedaan. Maar we gaan wel veel strongholds doen als het nieuwe seizoen uitkomt, want dat is een hele goede manier voor ons om te levelen. De story hoeft in ieder geval niet meer opnieuw te spelen. Ik zou het wel willen als keuze, maar ja, het is er niet. Dus. We moeten echt zo'n. Ah, je mag hier niet in. Ja, dan gaan we gewoon via de zijkant in. Oké. Okay. Ik zal het even voor de zekerheid even op pauze, jongens. Anders is het misschien onnodig lang voor jullie. Ik ben weer terug, jongens. Als je hier naartoe loopt en alle enemies verslaat, dan kun je deze Lilith statue pakken. Dat heb ik dus ook nu gedaan. Wij gaan weer naar de laatste, denk ik, 3. Oh. Het wordt een beetje druk, iets te gaan zetten. Even kijken of ik hier naar buiten kom. Oh, niet. Ik wil gewoon even gaan teleporten. Ja, dat moet wel goed gaan. Chill. Volgens mij moeten er nog 3 of 4 of zo. Dan hebben we alles gedaan. Nou, nog 5. Ik heb niks gezegd. I cannot do that here. I'm not ready yet. Ja, ik probeer hem een necromancer voice even. Ja. Oké, goed. Ja. Die hebben we ook gedaan. Dan gaan we naar deze. In ieder geval, als je even moet koekeloeren, welke ik nou nog mis. Volgens mij mis ik er straks nog 3. En ik weet niet of we nou dat nog. Is Fields of Hatred. Ja, Fields of Hatred is. Nee. Jawel. Oh nee, is Dry Steps. Ja. Kijken of we daar nog echt eentje van missen. Maar waar is ze? Hier zo? Kijk eens. Oké. De vraag nu is, wat missen we nog?
vervelende guide erbij. We zijn al daar helemaal, oké. Huh? Ah, oké. Handig. Oh, dat is die ene die ik nooit kon vinden volgens hem. Hier zit er ook een. You'll never get this. Defeat Kassara Abomination. Oké, ik ga even kijken, want ik denk dat ik er dus eentje mis. Maar waar weet ik nog steeds niet. Die heb ik. Dan gaan we deze kant op. Ah, kijk eens. Dat is één. Zo is het echt lastig om te zien of ik nou een uniek heb gekregen of niet. Ja, hè? Of drie. Nee, geen uniek. I cannot do that here. Ik kijk eigenlijk gewoon op de minimap. Als die ster anders is, dan weet ik dat het uniek is. Ja, want dan is het meer zo'n soort... 6 of 7-puntige ster? Ja, zoiets. Nou, Lille. Show yourself. Die gaat op. I need more time. Deze dungeon was echt te groot. Wat moeten we nog meer? Deze? Oké, dan is er daar nog één. We kunnen even hier naartoe teleporteren. Dit is wel de eerste keer dat ik echt eentje, niet één, maar echt drie over het hoofd heb gezien. Dat vind ik wel slordig, dus mijn excuses. Ja, dat is niet netjes geweest. Oh, ik ga weer een nieuwe dungeon in. Eentje die ik nog niet heb gedaan. Spannend. Weet je wat misschien ook wel een leuk idee was geweest? Als er een hele kleine kans was... voor een speciale Nightmare Dungeon of zoiets, die kan droppen door iets. Ja, ik hoopte eigenlijk dat ze ooit een collab zouden doen met Solo Leveling. Dat is een Koreaanse webcomic. Ik ken Solo Leveling. Oh, oké, goed. Zodat want dat je zeg maar een dungeon in een dungeon krijgt. Ja. Volgens mij is Solo Leveling de Koreaanse... Ja, is dat echt de? Gewoon? Ja, voor mij is er inderdaad wel niet heel veel beters of zo, per se. Ja, mijn vriendin die heeft echt, zeg maar, de fysieke versie, zeg maar, ervan. Oh, hard. Ik heb volgens mij volume 1. Ja, ik kan ze kopen bij, hoe heet het, Beeldverhaal. Oh, hard. Salt People. Hey, spelers van League of Legends. Was die laatste, man? Kijk, heel slordig. Oh. Oef. Niet hier ergens. Nee.
ga hem even op pauze zetten, jongens, weer. Totdat ik hem heb. Oké, ik denk dat ik hem heb gevonden. Hij zit hier zo. Dus ik teleport eventjes hier naartoe. Naar Geakul. En dan ben ik zo weer terug. Daar is hij weer. Laten we erheen gaan. Dan zijn we klaar met dit taakje. Voor de rest van ons leven met het in het spel. Totdat ze zeggen, we doen het alleen bij de even seizoen. Bij de oneven seizoen moet je het zelf doen. We gaan een nieuwe map uitbrengen die 3 keer zo groot is met nog meer statues. Ja. Hey, ik zou het prima vinden hoor, als ze paarden wat sneller maken, meer waypoints verspreiden. Ja. Ze mogen voor mij gewoon een worldbuilding doen als ze dat willen. Hel, ik wil best helpen hoor. Kijk eens, daar is de laatste. Je ziet hem niet al te goed, maar hij zit hier. Hoppakee. We did it. Claim all statues of Lilith. Ja, ik zie de achievement. Nice. Nou jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. Het seizoen gaat morgen beginnen. Ik zorg dat de video in ieder geval op de dag van het seizoen online komt. En er zullen ook wat meerdere video's online komen. Ik wil sowieso nog even een leveling guide maken. Want ik denk dat daar ook nog wel wat onduidelijkheid over is wat nou het beste is om te doen. Dus dat zullen we ook doen. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. Hè. Doei doei.